Wim, kan jij jezelf om te beginnen even voorstellen aan, ja. aan de mensen? Nou ja, ik ben Wim Vergorzel. Ik ben medewerker Zeelandica bij de Zeeuwse Bibliotheek. Er komt een nieuw boek uit. Het is nog niet helemaal gedrukt, maar je hebt klopt, al wat... Over ongeveer een maand komt het uit. 15 maart ongeveer. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Webooks in Zwolle. Het is vooral een fotoboek. Een fotoboek met begeleidende tekst. De aanleiding was dat we twee prachtige fotocollecties kregen van mensen die twee schenkingen. Een collectie met oude dia's uit de jaren 50 en 60 uit de Beverlanden. Daarnaast hebben we via de website Middelburg Dronk hebben we de beschikking gekregen over een prachtig fotocollectie van mensen die hun vakantie in de zomer in de jaren 60 altijd doorbrachten op Walcheren. We waren zo enthousiast eigenlijk over dat materiaal dat we zijn gaan kijken van hebben we nou nog meer van dat materiaal? Nou, is het zo dat natuurlijk iedereen vrij is om via de PC en de beeldbank om dat materiaal in te zien. Maar we dachten toch van, nou, we moeten hier meer mee doen. Een boek is nog steeds, denk ik, toegankelijker voor het grote publiek. Bovendien kun je dan ja, wat samenhang brengen in die collectie. Nou, we gingen eens in de archieven kijken. En tot onze verbazing vonden we ontzettend veel kleurenmateriaal. Materiaal hebben we uiteindelijk gebundeld in een co-productie met Webooks in Zwolle. En nou ja, het resultaat is dus een pakweg 150 pagina's tellend boek. Wat is de titel van dat boek eigenlijk? Met heel mooi materiaal. Het titel is op zijn Zeeuws Alles Wier Anders. Dat geeft een beetje weer waar we op inzoomen van de rode draad van het verhaal is eigenlijk de maatschappelijke veranderingen die in die periode plaatsvonden. Of hoe de maatschappij op dit moment eruit ziet, dat in die tijd eigenlijk langzaam vorm heeft gekregen. De twee belangrijkste processen die ik even wil aanstippen, het is enerzijds schaalvergroting. Dus het feit dat mensen steeds meer niet meer gericht waren op het lokale, hè, maar op het bovenlokale, het regionale, het landelijke ook. Hè, dus zowel economisch, sociaal als cultureel. En ze maken zich langzaam los van hun eigen fysieke en sociale omgeving. Hè. En daarnaast in combinatie zie je toenemende individualisering. Ja. He, dus dat het gedrag van mensen steeds minder bepaald werd wat conventies of wat de oudere mensen voorschreven. Ja, ja. Bijvoorbeeld, nou, de klederdracht verdween bijvoorbeeld. De jeugd deed steeds minder in de vrije tijd wat ouderen voorschreven, maar gingen langzaam hun eigen... De nozems en de... En er kwam geleidelijk een jeugdcultuur op. Ja, ja. Nogmaals, allemaal ontwikkelingen die vandaag de dag normaal zijn, maar die in die tijd zijn ontstaan. Ja. En heb je dan, je hebt een paar prints gemaakt van het boek. Ja, heb je nou één of twee foto's die wat jou betreft echt heel sprekend zijn voor het thema van het boek of die je zelf gewoon heel mooi vindt? Het is een foto van een modeshow rond 1960. Een dame in klederdracht. Een dame in klederdracht die heel verwonderd kijkt naar de dame die nieuwe creatie laat zien. Zij is nog echt een vertegenwoordiger van de oude generatie die de kleding draagt zoals dat van generatie op generatie is doorgegeven. En ze kijkt toch verwonderd van hoe is het mogelijk? Naar al die stadse kleding. Ja, precies. Dit is een foto dan van de winter 1963. Volkswagen Kever. Ja,
een kevertje die je van Wolfersdijk naar Kortgene aan Tuff is. Dat, ja, prachtig. Ja, geweldig natuurlijk. Ik ben er benieuwd naar. Ik ben dol op dat soort foto's. Ja, dus ik ga er zeker, ik ga er zeker eentje aanschaffen. Okay. Dankjewel, Wim. Ja, oké, graag gedaan.